Welkom bij Zondag na Lubach. De nabeschouwing van Zondag met Lubach. Inderdaad, welkom voor thuis. Twitter vooral mee met hashtag ZNL. En we hebben weer een volle tafel. Ja, je zit nog, zie ik, een beetje na te trillen, ja, Sophie. Ja, dat heeft helemaal op mijn stem geslagen. Ik zit echt bij te komen. Het was nogal heftig allemaal. Ja. Wat was er precies heftig voor je? Alles eigenlijk. Oké, okay, nou ga ik even naar Martijn Tervoor van Camera 1. Hoe heb jij het beleefd? Nou, het was echt super gaaf. Het was echt een hele leuke uitzending. Ja, echt gek. Jongens, Martijn is niet helemaal goed in beeld. Misschien kan iemand... Oh ja, maar dat is mijn camera. Oh, oké, goed. Arjen Lubach, schrijver, presentator, geluksmens. Hoe heb je gekeken eigenlijk? Ja. Ik vond het echt heel erg goed. Ik vond het echt... Het is on-Nederlands goed. Het is zeg maar comedy, maar dan ook inhoud. Weet je, het is echt ongeëvenaard. Ja, ik zie je knikken, Sophie. Ja, ik vond het ook echt heel erg goed. Er waren een paar dingetjes waarvan ik dacht, dat is misschien net... Nee, dan doe je het programma echt tekort. Het was echt heel goed. Oh, intussen zie ik dat Stijn van Dam... Hey, Stijn. Hey, Sophie. Hi, Stijn. Pieter Jan, hè, jongen? Leuk. Ja, goed, leuk. Ga lekker. Sorry dat ik een beetje laat ben. Ik moest van huis komen. Okay. Maakt niet uit. Sophie, jij had één fragment in de uitzending dat je heel graag nog even terug wil zien. Nee, joh, kijk ik thuis wel terug. Oké, goed. Tot zover dan. Oh, mag ik nog één ding zeggen? Nou, kort. Het was echt heel goed. Op die paar dingetjes. Nee, het was gewoon ongeveer. Prima. Dit was Zondag na Lubach. Heel veel bedankt voor het kijken. Tot volgende zondag. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed.